afgelopen 5 jaar kon er 1 andere partij geweest zijn die dit gedaan zou kunnen hebben. Er is geen andere partij, alleen de NDP. De grootste verworvenheid van deze regering is leiderschap. Want wat is leiderschap? Leiderschap is beïnvloeding en facilitering. Beïnvloed ze zodanig dat ze eens zijn met jou. Dat ze eens zijn met wat gedaan moet worden en faciliteer die mannen. Laten ze halen wat wij gezamenlijk nodig moeten doen. Alles wat deze mannen zeggen, de andere partijen zeggen, komt uit die brein van de NDP, komt uit die brein van de president. Als hij geen Santokki, als hij geen sheriff zegt, wordt er geen sheriff geboren. Dat is beïnvloeding. En ik zeg, door de jaren heen is die invloed zo sterk geweest dat die president alles wat de mensen zeggen, alles wat elke Surinamer zegt, is paars. De mannen zijn alleen hun denken paars, alleen het hart rest nog. We gaan voor nog vijf. We gaan de oppositie helpen. Ze hoeven geen quorum meer te verlenen, want wij komen met quorum. We moesten ze gaan vragen, zeiden ze, om quorum te geven. En ik heb gezegd, ik vraag niemand. En ik vraag Paramaribo, geef me quorum. Ik had u beloofd. V7 was voor even. Nauwelijks mimofo bij Koru of ze waren V6. En daarna hebben ze me het genoegen gedaan, minister Mustadja, ex-minister Mustadja, om V5,5 te worden. Pas maar op na de verkiezing. Maar if you give a quorum, 26 of meer, dan zal voor het eerst, als ik me herinner, één partij, de meerderheid halen voor Tieren na Kondre. Historisch. Bribi, dat is aan zijn 1987 bij Front, bij Walser, Abra NDP, Front bij Haal, 41 zetels. En NDP bij Haal, 3. Mefi was aan het. Mefi was aan het. Mefi was aan het. Mijn vierde, dat is op zijn 87 op Sabaka, maar in tegenovergestelde richting. NDP, oh wie niet nog, in de Jeremy, met Taki, Oost, West, Noord, Zuid, NDP. NDP, oh wie niet vetti, en we winden, alase, we vlogode, we winden. Alassee, van noord naar zuid, van oost naar west, foto, district, binnenland, alle pressie naar paars, if you ever been, body, yeah! De tegenpartij had geen issues. De tegenpartij heeft met manipulaties geprobeerd verwarring te zaaien. Terwijl wij bezig waren onze kernen te maken in Assi de Hoppo en in Oostelijke Polder waren anderen bezig kernen te maken in Washington. Anderen waren bezig kernen te maken in het Katshuis. We zijn met een gevaarlijke tegenstander bezig. Don't underestimate the enemy.
stevige fundamenten zijn gelegd voor de verdere opbouw van de toekomst van dit land. We gaan hoe dan ook door met vernieuwing van zaken realiseren en grote delen van het volk zal er baat bij hebben. Het moet afgelopen zijn, oude politiek, om zand te strooien in de ogen van dit volk. We moeten ophouden om een cultuur van angst, onzekerheid en onwetendheid te misbruiken tegen dit volk. We gaan voor nog. We gaan voor nog. We gaan voor nog.